Hallo, deze video is onderdeel van de Halloween special. En deze is heel speciaal, want het gaat over Halloween en zo, of iets in de vorm van Halloween. En ik dacht, Halloween, dan denk je aan horror. Dus dit is de 10 clichés in horrorfilms. Dat moment dat er bijvoorbeeld een moordenaar of een zombie of weet ik veel wat in het huis komt, of in ieder geval hij komt achter je aan, en wat doe jij? Of wat doen ze in films? Ze rennen naar boven. Nee, ze rennen niet naar buiten. Ze rennen niet naar, weet ik veel, naar niemands land. Nee, ze blijven in het huis en rennen naar boven. Waar ga je verstoppen? In horrorfilms, en dit zijn voornamelijk de meisjes. Ik weet niet of jullie het ooit hebben geprobeerd. Maar wie rent en gilt tegelijk? Dus... Serieus? Nee. Serieus? Dat moment dat iemand stil moet zijn omdat de moordenaar eraan komt. Je weet wel, je moet stil zijn, want hij komt eraan, hij zoekt je en jij zit zo... En dan maak je net genoeg geluid, zodat hij je hoort. Doe je dat expres? Ik snap het niet. Dus een zombie, een psycho, een moordenaar of whatever komt op jou af. Jij hebt een pistool en jij schiet maar één keer. Bam! En je hebt 20 kogels erin, maar je schiet maar één keer. Wil je lief voor hem zijn of zo? Wat wil je? In horrorfilms. Het slachtoffer rent. De moordenaar loopt. En toch zijn ze even snel. Hoe kan dat nou? Ik denk dat ik me om deze het meest, of dat ik me aan deze het meest erger. Wanneer ze roepen, is iemand hier? Denk je dat de moordenaar gaat zeggen, hey, yo, ik ben hier met mijn grote mes genaamd Jack. En ik kom jou vermoorden. Ja, ik ben hier. Nee! Hebben jullie wel eens een horrorfilm bekeken en dat je dan dacht, jullie bekijken echt geen horrorfilms, want anders wist je wat je in deze situatie moest doen. Ik bedoel van, als een moordenaar komt bij mij, nou dan weet ik wat ik moet doen hoor. Ja, ik heb genoeg horrorfilms bekeken. Is het je nooit opgevallen dat in al die films dat ze pistolen gebruiken, bam, 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 bam. En dat wanneer de munitie op is, de kogels zijn op, dan gooien ze het pistool ook weg. Is het je nooit opgevallen man? Want ja, ik bedoel van, nieuwe kogels zoeken. Nee, laat maar, ik zoek wel een nieuw pistool en nieuwe kogels. Toppen! Dus je ziet een of ander monster, een of ander eng ding. En wat doe jij? Je ziet hem, hij komt vanuit daar en jij doet... Aaaaaah! Terwijl je blijft staan. Kom op, gebruik die worstenbeentjes van je en rennen! En wat iedereen sowieso kent, dit gebeurt sowieso in elke horrorfilm. Dat iemand rent en valt. Ja, want opeens kan jij niet meer goed rennen en gaan je worstenbeentjes van jou een beetje zo, een beetje in elkaar. En dan val je. Toppen. Ja, top. Klik hierboven voor de te gekke video van Jeroen van Holland en daaronder voor de sikke video van 10. Ken jij ook nog meer clichés die in horrorfilms zijn en die ik ben vergeten? Laat weten in de reacties. Voor de rest wil ik zeggen, like dit, deel dit. Ja, geef dit een duimpje omhoog. Ja, duimpje omhoog. Ja, doe dat maar. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneerlink staat in de beschrijving. Dus ga dat doen. Ga die video's checken en happy Halloween.